Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik mijn kamer afstylen met Xenos items. Helemaal zin in. Misschien weet je het nog wel, ik had denk ik een paar maanden terug mijn hele kamer veranderd. Die video's staan op mijn kanaal, echt heel erg leuk. Corona-conditie. Die video's zijn vind ik zelf heel erg leuk geworden. En ja, mijn kamer is er echt op vooruit gegaan, dan zeg ik het zelf. Dus heel erg blij mee. Maar het miste nog een beetje de finishing touch. En daarom ben ik heel erg blij dat ik dit heb opgestuurd gekregen van Xenos. Dus heel erg bedankt voor Xenos. Misschien weten jullie het wel. Ik ben Xenos ambassadrice in 2021, in dit jaar. Dus daar ben ik heel erg blij mee, trots op en dankbaar voor. Dus we gaan snel beginnen. Ben jij benieuwd wat ik allemaal heb geshopt voor mijn kamer om het af te stylen? Het is echt bizar veel. Dus ik zou zeggen, pak een theetje en ga er lekker voor zitten. Blijf dan zeker even kijken. Doe dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Maak je me echt mega blij mee. Oh ja, en ik heb, dat ga ik ook gewoon gelijk even vermelden, de 20.000 abonnees gehad. Echt, oh my god. Heel erg bedankt. Echt, daar maken jullie me echt niet blij mee. Dus dankjewel daarvoor. Ik ga een winactie regelen. Ik ben er nog mee bezig. Dus kom eraan. Stay tuned voor dat. Maar goed, we gaan dus een Xenos-shop nog doen. Dus heb je er zin in? Blijf vooral kijken. Anders ga ik wel proberen in de beschrijving alle linkjes te zetten. Zodat je het zelf makkelijk kan opzoeken. En dan kun je daar ook de prijzen van terugvinden. Want als ik nu ook nog overal de prijs van moet vinden en kijken, dan zijn we denk ik heel erg lang bezig. Dus check gewoon even de beschrijving. Daar gaat het allemaal staan. Oké, let's get started. Ik begin maar gewoon met dit. Als allereerst heb ik dit mega leuke krukje besteld. Mijn kamer is dus echt een beetje boho, bohemian, Scandinavisch. Dus heel erg van de beige tones, de neutrale tonen. Met daarbij groen, planten en af en toe wat industrieels. Maar vooral dat boho, dus echt dat strandgevoel krijg ik ervan. Dus deze kon niet ontbreken. Dit is echt best wel een hele grote kruk van hout. Ik vind het heel erg mooi en ik zag het helemaal voor me met een leuke pluim erop. Of een mand, maar dan moet ik nog even kijken. Dus dat is dit krukje. Heel erg blij mee. Hij is groter dan ik dacht en daar ben ik alleen maar blij mee. Ik heb natuurlijk een palletbed, dus dat hout komt heel erg mooi terug in de pallets. Dus daar ben ik blij mee. Dan heb ik nog een geurkaas en ik heb deze kaars, die is trouwens ook weer groter dan ik dacht. Gekozen omdat hij dus heel erg mooi van het jute, ja, de jute details heeft. En dat past natuurlijk helemaal in mijn kamer. Ik heb heel veel met jute en macramé, dus ik vond dit ook wel een leuk detail. En hij ruikt ook echt heel erg lekker. Dus dat is deze kaars, die kan niet ontbreken. Dan heb ik deze, ja, plantenpot eigenlijk. Het is gewoon een mand. Maar hier kun je plant in verpotten, dus dat ga ik waarschijnlijk ook doen. Ik heb daar een plant, zoals jullie weten. Daaronder ben ik echt niet blij mee. Dus daar zocht ik nog de eindeloze perfecte pot voor en die heb ik gevonden. Dus ik denk dat dit een bordje, maar het kan ook nog iets anders worden. Dus ik moet nog even kijken wat ik leuk vind. Ik moet zeggen dat ik het soms wel lastig vond qua formaten. Omdat ik geen zin had om alles op te meten. Dus sommige dingen zijn groter uitgevallen dan ik dacht. Maar hey, maakt niet uit. Ik heb best wel een kleine kamer, dus dat wordt even passen en meten. Zo ook deze gigantische mand. Ik had verwacht dat hij echt wel een stuk kleiner was, maar hij is echt huge. Maar dat maakt hem niet minder leuk, want ik vind dit echt super mooi. Dit is dus de mand. Hij heeft twee kleuren van ons jute, of hoe noem je dit, riet. Heel erg mooi. En dan dat macramé. En dat macramé heb ik echt heel erg veel in mijn kamer. Ik vind dat heel erg mooi. Ook in mijn kussens. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik twee potten besteld. Deze. Deze heeft ook weer van dat macramé. Het is ook echt zo'n stofje. Dus dat vind ik heel erg mooi. En dit is wat warm oranje-achtig aardewerk. Dus ik vind dat wel heel mooi. Het is wel iets oranje dan ik dacht. Dus dat past iets minder in mijn kamer. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. Dan heb ik deze. En dit is dus eigenlijk wat ik voor hier bij die plant heel erg mooi ga vinden, denk ik. Dit is gewoon zo standaard, zeg maar. Vind ik heel erg mooi van bamboe. En hier kun je dan je plant inzetten of een kandelaar, dus een lamp, zeg maar, een lichtje, een kaars. Maar ik vind het heel erg mooi voor mijn plant. Dus ja, dit past natuurlijk helemaal bij het steltje in mijn kamer. Dus daarom deze. Een leuk detail vond ik deze. Dit kun je dan zo in je plant steken. En ik wilde zelf, denk ik, opzetten hoe vaak ik hem water moet geven. Je hebt hem ook in verschillende vormen. Je hebt een driehoek of een rechthoek, een vierkant of een rondje, maar ik heb deze gieter gedaan. Dan nog een item wat echt groter is dan ik dacht, namelijk
deze. En dit vind ik heel erg leuk, want ik lees heel erg veel boeken. Dus ik zag dit voor me om hier mijn boeken in te gaan doen. Maar hij is dus echt groter dan ik dacht. Dus ik moet nog even kijken waar ik dit allemaal een plekje ga geven. Maar dit is dus echt zo'n typisch ding waar je je boeken of magazines in doet. Ik vind dit echt geweldig. En kijk dit dan. Dit past toch helemaal leuk bij elkaar. Het is van hetzelfde materiaal. Echt van een bamboe. Dus ja, alles is echt in mijn shoplog deze keer. Bamboe en bohemian vibes. Heel erg blij mee. Dan heb ik nog meer pluimen. Ik heb daar al ook pluimen staan in die witte vaas. Daar eigenlijk precies dezelfde. Maar die komen van de Jumbo. En deze lijken er echt mega erg op. Maar deze zijn dus gewoon van de Xenos. Ik moet ze er nog even uithalen. Maar ik vind het altijd gewoon heel erg mooi. Dus dit komt sowieso van pas. En ik dacht, ja, daar heb ik een perfecte vaas voor nodig. Even kijken hoe mooi. Deze is dus wit, maar heeft dus van die ja, bruine beige schilderingen erop. Heel erg mooi vind ik deze. En hij is niet echt wit trouwens. Hij is een beetje crème. Dus ik vind het echt weer perfect in mijn kamer passen. Dus hier ben ik ook echt mega blij mee. Deze heb je ook in verschillende formaten. Ik heb deze formaat gekozen. Volgens mij is dit een van de grootste formaten. Dan iets wat niet kan ontbreken. Ik drink echt heel erg veel. En ik heb zo'n drinkbeker met mijn naam erop. Van My Customized. Maar ik zag deze en ik dacht, ja, dit past toch helemaal in dit sfeertje straks. Ik ga hem even uithalen. Oh mijn god, wat is dit? Dan kun je het gewoon leuk zien. Enig. Dit is hem. Dit is zo'n drinkbeker van glas. Ja, ik vind dit leuk. Met een bamboe-achtige houten dop. Dus ja, ik ben hier heel blij mee. En dit gaat zeker helemaal in mijn kamer passen. Hoe mooi. Dus dat is deze. Oh mijn god, dit is ook voor twee. Oh, dit meen je niet. Dit vind ik leuk. Er zit echt zo'n dingetje in. Dat kun je er denk ik ook uithalen. Voor verse thee. Dan een hele mooie dienblad. Ik zie dit dus helemaal voor me op mijn bed. Aan het uiteinde om dit daar zo op te zetten met mijn witte lakens. En dan kaarsjes en een boekje erop of zo. Helemaal gezellig om het af te maken. Dit is echt weer van dat webbing materiaal. Dat vind ik ook heel erg mooi passen bij mijn stijl in mijn kamer. En dit is van het hout. Het is gewoon allemaal perfect, past er bij elkaar. Dus ik word hier helemaal gelukkig van. Dan kunnen kaarsen ook niet ontbreken op zo'n dienblad. Dus ik heb deze hele dikke witte kaars heb ik gekozen. Een wat smallere kaars in het wit. En nog een wat kleiner, smallere kaarsje. Dus dat is denk ik wel een leuk drietal op dat webbing dienblad. We zijn er nog niet. Als volgt, deze kussen in het macramé. Oh my god, ik vind deze geweldig. Ik heb ook al twee andere kussens van de Xenos met macramé. Of macramé, volgens mij zeg je dat gewoon zo. Maar deze had ik nog niet. En deze vind ik ook helemaal leuk. En ik dacht, dit wil ik er dan zo voor zetten. Want ik maak mijn bed best wel Amerikaans op. Met heel veel kussens. Dus deze kwam er dan zo voor. Ik zag het helemaal voor me. Dus ja, dat is deze. Vandaar dat ik er maar eentje heb uitgekozen. Omdat dat in mijn hoofd perfect gaat passen. Dus, heel erg blij mee. Dan heb ik er nog een Oreo bij gekregen. Bedankt. Dan heb ik nog twee bamboe houdertjes. Ik hoop dat hier mijn kwasten in gaan passen. Ik heb nu van die gouden eigenlijk plantenpotjes van de IKEA. Maar ik vind dit hout toch iets mooier denk ik. Dus ik heb dit gekozen. En daarom ook twee. Ze zijn wel wat kleiner dan ik dacht. Maar dan moet ik gewoon wat kwasten wegdoen. Want ik gebruik ook lang niet alles. Dus dat zijn deze. Ik denk dat dit helemaal leuk is bij het geheel. Dan het grootste laatste item die ik ga laten zien. Er zitten ook nog lollies bij de bestelling. Ik word wel verwend. Dat eet ik zelf niet, maar dat komt vast voor pas. Nou, het laatste item is dus, ja, dit is een beetje groot, maar zo'n heel erg leuk sierbankje. Dit is dus echt perfect. Dit past helemaal leuk op het krukje waar ik nu op zit, die ik net heb laten zien. Ik vind dit zo mooi. Maar goed, die wil ik dus eigenlijk... Dat bankje wil ik eigenlijk voor mijn bed neerzetten met een leuke mand. En ja, helemaal leuk afgesteld. Dus dat zijn de items van de Xenos. Check even de beschrijving. Daar ga ik het allemaal linken. Mocht je dus benieuwd zijn naar de prijzen, dan kun je dat allemaal checken. En dan gaan we nu met het leukste beginnen. Namelijk het mooi inrichten, afstylen. Helemaal zin in. Dus ben je benieuwd hoe ik dit allemaal een plekje ga geven? Moet je vooral nu gaan kijken, want dat ga ik nu doen. Voor ik het vergeet... Eerst de before shots van mijn kamer. Dus dit zijn de before shots.
naar buiten gegaan, maar een kleine life hack. Deze pluimen, tenminste misschien weet je het al, goed uitschudden en dan haarlak opsprayen, want dan geeft het niet zo erg af. Dus dat ga ik nu doen. Before. Deze is heel dun en deze is nu wat meer eruit. En die geeft niet meer af als het goed is. Oké, dan heb ik hier dat krukje neergezet. Een beetje scheef, want dat vind ik zelf wel een beetje speels effect. En daarop deze mand, want hier wilde ik ook sowieso al deze mand. Omdat ik heel vaak pakketjes en zo binnenkrijg. En dan leg ik dat hier op de grond neer. Maar ik dacht, dan zet ik dat allemaal in deze mand, zodat het dan wat minder zichtbaar is. Dus daar ga ik echt de troepjes neerleggen en de pakketjes die binnenkomen waar ik geen plek voor heb. Dan is dat zeg maar een beetje verstopt. Dus dan ziet dat er echt zo cute uit. Without your love, I am out of place. And without you, I am just a trace. I love you with all of my heart. Together forever, never to part. I wanna be with you always. Cause that is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. Always, yeah. You are my world in every place. Oh, it's the things that you do. Dan heb ik hier dus eigenlijk deze bloempot. Maar ik vind het leuk om hier zo'n kleedje te doen. Deze is toevallig ook van Xenos, die had ik al, maar hier zit ook een goud lurex draadje doorheen. Ja, en deze ruffeltjes die maken het helemaal af. Dus ik vind dat wel leuk. En dit hoort trouwens wit te zijn, maar dat zit in een was. Dus dit is normaal gesproken, mijn beddensloop zeg maar, is wit. Dus dan is dat echt heel erg cute. Nou, en dan is dit het eindresultaat. Als ik dus hier zo binnenkom, dan zie ik dit. En ik vind dit echt helemaal schattig. Ik heb hier dus eigenlijk mijn alledaagse avondroutinetje. En ochtendroutinetje, mijn boek. Het 6-minuten dagboek en handcreme. Dus dat heb ik hier zo lekker naast mijn bed. Helemaal leuk. Dan heb ik hier dus al wat dingen ingedaan. Ik heb namelijk mijn plantenspuit. Ja, die is helemaal, nou ja, niet meer mooi. En mijn roomspray, die heb ik hierin gedaan. En pakketje.
daar waarvoor het nodig is. Dus helemaal handig om daarin mijn perspakketjes en dingetjes, samenwerkingen in te stoppen. Ja, ik vind het helemaal handig. Nou, hier dus die vaas. Ik heb daar alle droogbloemen in gedaan. Helemaal leuk. Dan gewoon dit. Dit had ik al zo met mijn thee. Ik heb een verse thee in gedaan. Echt helemaal blij mee. En dan heb ik hier dus dit. En dit ziet er al zoveel rustiger uit. Past helemaal bij mijn kamer. Ook echt blij mee. En ik vind dit ook zo'n schattig detail. 1 keer in de week water. Heel erg cute. Hier heb ik dus nu die bamboe potjes. Deze kaars. Die past er helemaal bij. En dan gaan we langzaam naar het favoriete deel. Helaas paste deze niet in die pot. Hij is te breed. Maar goed, maakt niet uit. Namelijk dit. Dit vind ik echt heel erg leuk geworden. Hier dus het bankje. Ik heb hier die plantenpot of mand. Maar daar heb ik mijn dekentje in gedaan. Dan heb ik hier dus het dienblad met de kaarsjes. Ik vind dat wel heel erg mooi met dat wit zo. En de kussen. Heel erg leuk. En daar dus ook nog die plantenpot. Dus ik ben echt helemaal blij als ik dit zo zie. Het is nu echt helemaal af gewoon. Er valt niks meer aan te veranderen. Helemaal content mee. Dan is dit dus het uiteindelijke resultaat. Ik ben er echt helemaal blij mee. Echt super blij. Vooral dat hoekje nu zo met mijn bed en dat bankje en dat dekentje. Ik vind het echt heel gezellig uitzien. Dus check even de beschrijving. Daar zou ik alle Xenos items linken. En dan wil ik jullie heel erg bedanken. Zo, de zon komt door. Shit. Nou ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie tot de volgende video. En dus nog een keer bedankt voor de 20.000 abonnees. Doei doei!